Ja, oké. Ja, top, hè, want ja. Dat kan. Ja, ik denk dat kan ook. Ja, oké. Boegbeeld van de socialistische partij SPA, minister van Energie en Wonen in de Vlaamse regering en lijsttrekker in Oost-Vlaanderen bij de verkiezingen van 25 mei voor het Vlaams parlement. Freya van den Bossche heeft een drukke agenda. Vandaag hielp ze mee campagneborden te plaatsen. Campagneborden met een opvallende foto. Ja, ja, zo is goed. Een politieker die probeert heel dicht bij de mensen te staan, de mensen rechtstreeks aan te spreken. Duidelijk te maken dat ik voor hen kies, dat zij het zijn waarom ik elke dag aan politiek wil doen, om hun leven beter te maken. En dat ik hen natuurlijk ook vraag om deze keer voor mij te kiezen. Ik had een hele reeks foto's en daar waren nogal rustige foto's tussen, een beetje saaier. En op wat we ook gaan wijzen. En eigenlijk vond ik dat wel een fijne foto, omdat ik toch heel graag aan de mensen wil duidelijk maken dat ik aan hun kant sta, dat ik eigenlijk voor hen kies. Alsjeblieft. Tot de leute werkt de hulder al, normaal. Dat zal al naar het einde draaien zijn. Het zal ver gedaan zijn. Hè. Dat zal tussen de 4,5 en 5 dagen. Esther Sweer, hè? Ja. Maar die hebben we gehad in het binnenrijden. Ah, ja, stom hier van tenier. Dus daarmee. Allee, goeie loterij. Okay. Bedankt, hè. Salut, hè. Federaal volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid in Gent en lijsttrekker in Oost-Vlaanderen bij de verkiezingen van 25 mei voor de federale Kamer. Ook de agenda van Karin Temmerman staat goed vol. Toch gaat ze graag zelf haar flyers uitdelen. Het is belangrijk, heel, heel belangrijk om mensen te zien, mensen te overtuigen. Ik vind het ook leuk, zeker om op straat te lopen. En ik vind het nu bijzonder leuk, omdat er heel veel enthousiasme is binnen de ploeg zelf. We hebben een heel goede lijst met veel enthousiaste jonge mensen. Maar mijn gevoel is toch, als je bij de mensen gaat, en ik sinds het begin van de paasvakantie doe ik dat nu elke dag. Ofwel op markten, ofwel gaan bellen, ofwel in de straat gewoon mensen aanspreken. Dan is dat eigenlijk redelijk goed. Alleen, veel mensen worden gewaar van, er staat toch wel iets op het spel. Wat ik eigenlijk wil is dat iedereen een goed leven heeft. Voor sommige mensen gaat dat vanzelf en voor anderen is er een beetje meer hulp nodig van de overheid. Een sociale lening misschien, zodat uw kinderen nog een huis kunnen kopen later. Een studiebeurs, maar misschien ook een werkloosheidsuitkering wanneer u pech hebt en uw job verliest. Eigenlijk moet de overheid aan uw kant staan, uw bondgenoot zijn, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken. We zijn zo langzaamaan uit de crisis aan het geraken. Waar we nu maximaal moeten op inzetten is op jobs. Er zijn heel veel mensen die toch, ondanks het feit dat we het redelijk goed gedaan hebben met het land, als je het vergelijkt met andere landen, maar zijn er toch veel mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt. Er is ook heel veel jongerenwerkloosheid en daar willen we in de toekomst maximaal op inzetten. En nog een heel klein beetje naar rechts. Ik wil niet dat dat in de Haag zit, dat is niet leuk voor de mensen. Oké. Wij geloven nog altijd in het voorbestaan van dit land en we denken dat op Belgisch niveau onze sociale zekerheid nog verder verstevigd moet kunnen worden. Dat we eigenlijk verder stappen vooruit moeten kunnen zetten, sociale stappen vooruit voor iedereen, voor alle mensen. Wij laten niemand achter. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Ik ben Karin Telman, ik ben lijsttrekster voor de SPA, voor de Kamer, je weet, 25 mei. Ja. Belangrijke verkiezing. We gaan u folderken afgeven waar dat er de grootste punten uit ons programma opstaan. Bekijk dan een keer, maar ik wil nog een keer zeggen, onze sociale welvaart die we zo lang opgebouwd hebben, staat echt op het spel. De SPA staat voor sociale welvaart. Sociale welvaart die we in het verleden hebben opgebouwd, maar die we nu moeten behouden en eigenlijk gaan versterken. Onze welvaartsstaat, dat is onze sociale zekerheid, maken dat we de pensioenen kunnen betalen in de toekomst, maken dat de ziekteverzekering ook betaalbaar blijft en toegankelijk voor iedereen. Ook dat vinden wij zeer belangrijk.